Nadat Serena het vorige week heeft opgezocht bij de bejaarden, doe ik het deze week iets jonger. Ik ga namelijk in recreatiepark Ter Spegeld meewerken in het animatieteam. Nou, ik heb begrepen dat ik een zwembroek mee moest nemen en niet bang moest zijn voor je vingers. Dus ik ben heel benieuwd wat we mee gaan maken. Na een warm welkom kan Leon meteen aan de slag. Shirtje aan, naamplaatje erop. En dan hoeft hij alleen nog maar te weten wat er van hem als vakantiekracht verwacht wordt. De typische vakantiekracht die wij altijd zoeken is iemand die ontzettend enthousiast is, spontaan is en heel goed om kan gaan met mensen. Dat is duidelijk. Maar gevoel voor ritme zou ook wel handig zijn. Oh, het gaat zo dus. Ta, 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 ta. Naar achteren, boven, achteren. Dus rechts. Echt veel tijd om zijn danspasjes te oefenen heeft hij niet, want de kleine bandieten staan al klaar om te beginnen. En als alle energie eruit is, is het knutseltijd. Als je maar gewoon zo, dan even gewoon goed vast, heel hard vastdrukken. En van het knip- en plakwerk gaan we naar het zaag- en verfwerk in de werkplaats. Na al dat intensieve geknutsel. En dan ga je daar even lekker mooi zagen. Is het hoog tijd om wat te chillen in de hangout. De ouders, die zijn toegestaan. Nou Leon, dat je niet van tafeltennissen zien we zo ook wel. Hoog tijd om aan de slag te gaan. Oh kak. Ja ja, je hebt eindelijk gewonnen. Schiet nou maar op, die kinderen staan te trappelen van ongeduld. Zo, nou, een restje voor jou. Ja. Linkerarm, rechterarm. Deze handen. Voordat hij goed dicht zit. Ja, maar ja, lukt dat? Ze moet ik even helpen. Nee, dat wel. Top. Nou, we zijn hier aan het einde gekomen van de werkdag. Ik moet zeggen, ik heb het erg naar mijn zin gehad. Dus tijd voor de beoordeling. En nou, laten we beginnen met het loon. Dat is gelijk het laagste, dat krijgt mij 2 uit 5 sterren. Puur omdat het is gewoon minimum voor de recreatiesector. Dus meer sterren dan 2 kan het helaas niet krijgen. Stel tegenover dat qua werkdruk krijgt gewoon 5 sterren. Want je hebt het kunnen zien, het is gewoon een beetje kindjes begeleiden. Nou, het zweetje is niet, misschien omdat het warm is vandaag. Dus die 5 uit 5 dat is meer dan terecht. Hetzelfde gaat ook voor het plezier. Ik geef daar 4 uit 5 sterren voor. Gewoon puur omdat het is hartstikke leuk. Je ziet hier naast, je ziet mensen het water in gegooid worden. Super gezellig. Dus 4 uit 5 sterren voor het plezier wat je hebt. En dan wat betreft de uren krijgen het voor mij ook 4 uit 5 sterren. Puur, je kunt ze echt heel veel maken. 6 dagen per week kun je gewoon aanpoten als je wil. Om die euro's te doen. Dus dat is ook meer dan prima. Nou, ik kan die later zelf ook nog even terecht springen. Dus dat ga ik doen. En heb jij nou nog een vakantiebaantje dat je graag getest wilt zien? Laat het ons dan weten in de comments hieronder.